Ja, Thalita de Jong, bij de vrouwenwedstrijd geen topfavoriet. Dat is wel even nieuw, hè? Oh, ik vind het heerlijk. Nee, zonder druk kunnen rijden is heel erg fijn. Natuurlijk wil je altijd favoriet zijn en dat betekent dat je een hele goede doen bent. Maar ik weet, en ik moet realistisch zijn, dat ik afgelopen seizoen natuurlijk een kort seizoen heb gedraaid en niet optimaal aan de cross ben begonnen. Dus voor mij is het eigenlijk alles mag, niks moet. Hoeveel procent ben je nu? Dat is een lastige vraag. Als je kijkt naar waar ik in Zolder was, dat was echt mijn topniveau. Ik denk dat het hoogste niveau is wat ik ooit heb gehaald. Daar sta ik gewoon echt een heleboel traptreden onder. Maar ik ben nu heel erg blij dat ik per week heb laten zien en heb gemerkt dat ik gewoon stappen maak. En dat was voor mij het voornamelijkste doel. En Zolder 2016 wereldkampioen, is dat zaterdag uitgesloten of zeg je nou, het is geen topfavoriet, dus wie weet als ik een hele goede dag heb? Nou, misschien een outsider, hè? Nou, ik vermoed van niet. Ik ben niet helemaal fit helaas ook. Dus dat zal ook wel meespelen. Maar ik weet gewoon, en ik moet realistisch zijn, dat de top zo breed is op dit moment. Dat er echt een tiental dames echt aan elkaar gewaagd zullen zijn. Morgen zal het gewoon een wedstrijd zijn waarbij echt de sterkste zal winnen. En die zal gewoon bovenkomen. Wat voor een wedstrijd verwacht jij? Ik denk dat het gewoon heel individueel gaat zijn. Vanaf de start gaan ze niet meteen volle bak invliegen zoals iedere wedstrijd, vermoed ik. Want ik denk dat je je dan helemaal opblaast. Maar ja, ik moet het zien vanaf de achterste rij wat er gaat gebeuren. En ik zal moeten volgen en proberen steeds een stapje op te schuiven. En te zien of dat mogelijk is, dat gaan we morgen merken. Maar ik ga in ieder geval mijn uiterste best doen. En ik denk dat er sowieso een hele mooie wedstrijd gereden gaat worden. Ja, want vorig jaar toen ging het eigenlijk mis in Hoge Heide en daarna heb je een heel traject ondergaan, waardoor je nu pas weer op de weg terug bent. Ja, wat voor een jaar was het? Wat heb je allemaal meegemaakt? Dat was geen heel leuk jaar. Ik ben blij dat ik daar niet te veel meer aan terug moet denken. En ik kijk nu vooral weer verder en kijk naar 2018 en wat er nog gaat komen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Hetgeen wat er is gebeurd moet je achter je laten. Natuurlijk speelt het mee in je hoofd altijd. Maar als je daar nu niet te veel druk op maakt en vooruit kijkt, dan komt dat weer goed.